Goedemorgen allemaal vanaf Schiphol. Ik ga vandaag naar Florence toe om Nick te bezoeken. En om daar zelf ook gewoon 3 weken te zijn. Dat besef ik nog helemaal niet. Ik ben helemaal gefocust op, oh, ik zie Nick weer. Maar ik ga ook gewoon zelf 3 weken naar Italië. En niet echt vakantie. Ik ga gewoon door de week, terwijl Nick aan het werk is, ook gewoon werken. Maar ja, ik ben alle avonden en weekenden en zo gewoon heerlijk. Kan ik van alles en nog wat doen in Italië. Oh, ik sta even in de weg. Ik heb even een iets rustiger plekje uitgezocht. Maar goed, ik ga dus gewoon in ons appartement en af en toe in een koffietentje aan het werk. Maar Nick is natuurlijk aan het eind van de middag steeds thuis. En dan kunnen we lekker samen uit eten. En misschien dat we wat leuke tripjes gaan doen sommige dagen. Dus ik denk dat het echt super gaat worden. Ik ben zelf nog nooit in Florence geweest. Nou, als jullie mijn vlogs kijken, weten jullie hoe dol ik ben. Al het Italiaanse eten. Dus ik denk dat ik echt fantastisch ga eten. Oh, daar kijk ik ook zo naar uit. Ik had voor vanochtend een taxi geboekt om mij naar Rotterdam Centraal te brengen. Dat was heel fijn met die zware koffer. Alleen een kwartier voordat die er zou zijn, werd ik gebeld door een nummer. Dus ik nam op. Het hoorde ik dus, ja, je taxi is er. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar vooral echt zo die ochtend dat je op vakantie gaat. Ik had in dat kwartier nog zoveel gepland staan. Dus ik heb echt gezegd van ja, sorry, het is een kwartier te vroeg. Ik kan over 10 minuten beneden zijn. Want ik moest echt, nou, de katten nog even gedag zeggen. De laatste dingen opruimen. Mijn koffer nog dicht doen. Mijn tanden poetsen. Ik heb nu maar heel kort mijn tanden gepoetst. Want ik voel me dan toch heel erg opgehaast. Ook al weet ik dat eigenlijk een kwartier later pas de afgesproken tijd was. Ik heb me ook nog niet opgemaakt. Maar ik heb wel een make-up tasje bij me. Dus ik ga me gewoon hier lekker op Schiphol lekker opmaken. Want ik wil er op mijn allerbest uitzien als ik Nick straks weer zie. Ik had een trein eerder, omdat die taxi zo vroeg was. En ik had dus gelezen dat het druk zou zijn op Schiphol. Nou, ik kon in 1 keer doorlopen bij die security. Dus ik ben nu echt zo heel overdreven. Meer dan 3 uur voor mijn vlucht op Schiphol. Maar ja, ik vermaak me hier altijd wel. Ik heb net een heerlijke caramelized macadamia oat latte gedronken bij de Starbucks. Hele mond vol, maar ja, het smaakte gewoon een beetje naar een soort karamel, cappuccino, latte-achtig. Dus ja, het was heel lekker. En ik ga me nu even opmaken. Ik ga daarna nog een beetje rondlopen. Ga ik altijd nog even bij een boekenwinkel kijken. Misschien koop ik een leuk tijdschrift. Ik was gisteren nog met Nick aan het bellen. En toen zei ik wel van hoeveel zin ik ook heb om je te zien. Ik ben er nu helemaal aan gewend dat je weg bent. Ik zou het zo nu nog maanden volhouden. Vond hij niet zo heel leuk om te horen volgens mij. Maar het is echt gek. Ik ben pas sinds een paar dagen ben ik er echt helemaal aan gewend dat ik daar gewoon in mijn eentje woon. Maar misschien komt dat omdat ik weet dat het nog maar een paar dagen duurt. En dat dat gevoel anders pas helemaal na maanden zou komen. Nou, I don't know. In ieder geval, het is me echt goed bevallen. Maar ik kan niet wachten om die vent weer in het echt te zien. But it don't make me happy. It's not the reason my heart sees. Lekker rondgelopen en ik heb ook even bij de boeken gekeken. Ik zag heel veel boeken die ik of laatst gelezen had, of die ik nog wil lezen, of die ik aan het lezen ben. Dus het was leuk om te zien. En ik wil jullie ook even laten zien welke boeken ik ga luisteren of lezen in het vliegtuig. Ik heb vandaag een extra leuke samenwerking met Next Story, waarbij ook mensen die al lid zijn geweest gebruik kunnen maken van de actie die ik vandaag deel. Dus het is niet alleen voor nieuwe klanten. Dus blijf zeker even kijken voor die code. Ik heb jullie al vaker de app laten zien waarop je dus allemaal boeken kunt lezen en luisteren in het Nederlands en in het Engels. En op dit moment ben ik het boek aan het luisteren van Matthew Perry. Dus dat is Chandler van Friends. Nou, ik denk dat de meesten van jullie wel weten dat hij echt hele erg verslavingsproblemen heeft of heeft gehad. Daar ik ben nog maar op een vijfde of zo van het boek. Die ben ik dus aan het luisteren en ik heb hem dus ook gedownload. Dus als ik dan straks mijn vliegtuigmodus aan heb, dan kan ik het gewoon luisteren in het vliegtuig. Als ik nou zin heb om echt te lezen, dan ben ik ook al een poosje. Dit is een boek wat ik niet echt in 1 keer doorlees, maar meer af en toe een stuk. Dat is een boek Ergens Onderweg van Evie Hansen. En dit is echt, ja, zo'n mooi boek met allemaal soort van levenslessen die zij heeft geleerd in haar leven. Op een hele mooie en fijne manier beschreven. Mocht ik nou nog iets willen lezen of luisteren, dan heb ik ook nog deze 2 gedownload. Deze had ik best wel vaak getipt gekregen.
En deze ben ik heel benieuwd naar. Dat is dat boek, die is best wel nieuw. Geschreven door Dunja, van Dunja en Daisy. Die actrice en waar ze allemaal tegenaan is gelopen in de acteerwereld. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Als je het leuk vindt om het 50 dagen gratis te proberen, dan kan je op de link hieronder klikken. En dan krijg je met de code BonnieWinter 50 dagen gratis Next Story. Je kan het opzeggen wanneer je wil, dus mocht het toch niet bevallen, dan zit je er niet gelijk aan vast. En de code geldt dus deze keer ook voor mensen die al eerder lid zijn geweest. Dus klik zeker even op de link hieronder. Het werkt dus het handigst als je via de link gaat in plaats van de code invoert. Dan weet je zeker dat het goed gaat. Ik ga denk ik nog even mijn flesje vullen. Nog een rondje lopen en een beetje op tijd boarden. Want ik heb dus een handbagagekoffertje. Normaal heb ik dat niet echt vaak, maar het leek me nu wel handig. Maar dan wil ik wel een beetje op tijd het vliegtuig in, dat hij in ieder geval... ja, een beetje boven mijn hoofd kan liggen. Trouwens, echt zo bizar. Ik heb dan allemaal luisterboeken, boeken om te lezen. Ik heb een puzzelboekje bij me. Ik heb een boekje over Florence. Ik heb ook nog de Media Meiden podcast gedownload. Ik heb ook nog mijn laptop bij me met een serie erop. Terwijl het is letterlijk 2 uur vliegen. Ik heb denk echt genoeg activiteiten om me 18 uur te vermaken of zo. En echt bizar dat als ik daar land, dat Nick daar dan gewoon staat. Insane. Some people cool. De stoel naast me was leeggebleven, dus de man die 2 plekken naast me zat en ik hadden lekker veel ruimte. En ik ben nu echt helemaal zenuwachtig om niks te zien. Ik kan echt niet wachten, maar ik sta nu bij de bagageband. Oh my god, ik zie nu al mijn koffer. Ik hou het niet meer. Ik wist niet dat je nu al bent. Oh my god, je ziet er ook zo knap uit. Ik vind het zo raar om je in het echt te zien. Mag ik nog even bij? Ik heb een schok in mijn maag. Ik ook. Oh, schat. Ik weet echt dat er iemand in een beige jas naar buiten zit. Ik zo. Ik deed ik echt zo. Dat ben je ook lang, zeg. Ja, zo'n platform. Oh, schat, en je ruikt ook zo lekker. Ik heb gewoon 2 keer gedaan. Ik was vergeten, ik was heel zenuwachtig. Oh my god. Daar zijn we weer. Hey, Chris is back. Oh, hier hoor ik. Het is zo gek om je weer aan te raken. Ja. Het lijkt echt jaren geleden. Ik heb echt een vlog kijken die je over het eerst ontmoet. Wie jij? Ja. Oh, wow, echt gek om je weer echt te zien in plaats van op mijn scherm. Ja. Oh. Hij had al een kaartje voor me gekocht. Ja. Lies, kan jij jouw kaartje van net nog gebruiken? Ja. Ja, ik kan anderhalf uur zo'n kaartje. Oh, nice. Dus nu kunnen we met de tram en dan zijn we zo in het centrum. Oh mijn god, is dit onze deur? Is dit onze hal? Wat sick! Oh, geweldig. Hey, ik doe helemaal een surprise, maar ik heb deze Airbnb letterlijk uitgezocht. Nick is dus vanochtend van de Airbnb waar hij de eerste 3 weken zat, verhuisd naar deze. Dat was echt een volksverhuizing, wil je niet weten. Ik had 2 koffers, ik had nog allemaal boodschappen over. Ik dacht, ja, ik kan hier mijn olijfolie achterlaten en daar weer een nieuwe kopen als het hier niet is. Ja. Knoflook, appelsap. Ik wil allemaal meegesjouwd. Ja. Wat goed zeg. Oh, wacht, de buitenste deur moet je wel even eerst. En je mocht al eerder deze Airbnb in. Ja, heel fijn, want pas om 4 uur. Maar ik heb nog niet heel goed opgeruimd, dus dat is misschien een beetje een rotzootje. Dat maakt mij letterlijk niet uit. Oké. Okay. Huh? Ik heb een mail ontvangen. Was dat jouw laptop? Nee, dat is blijkbaar mijn mailgeluid. Op je telefoon? Ja. Oh. Ik dacht, waar komt dat dan aan? Hij is ook speaker. Oh, dat moet altijd dicht dan. Ja, dat kan niet opgepoord. Oh ja. Wow.
Kijk boven je. Oh god. Dank je. Oh, leuk. Weer van die hoge plafonds en die mooie sierlijsten. Oh, een beetje creepy dit, maar ook wel mooi. Nou, vooral mooi eigenlijk. Gezellig. Ja. Ik weet wel wat het eerste is wat ik ga veranderen aan de inrichting. De bank. Ja, ik ga dan... Want nu kijk ik de bank echt zo uit op de tafel. Ik zou de bank gewoon daar in de hoek doen dat je naar de tv kan kijken. Dan zit je helemaal hier op de bank. Kijk. Kaas, ketchup, mayo. Tijm. Tim, wil jij appelsap? Ja, lekker. Drink jij ook appelsap zonder mij? Eigenlijk niet, maar ik had het gehaald. En daarna heeft het gewoon anderhalf week in de koelkast gestaan. Oh, en nu had ik het meegenomen en nu had ik toevallig net een glaasje op. Lekker zeg. Ja, maar zeg ik lunch dus nooit thuis. Oh ja. Of buiten de deur of op de universiteit. Grappige inham dit. Ja, ja, hè. Ja. Maar ik vind dit heel gezellig. Ja. Ons huis hier voor de komende 3 weken. Oh, dat zijn jouw kleren. Of is het een soort kapstok? Kapstok, het zijn alleen maar jassen. Wow, dit ziet er heel raar uit als je niet door hebt dat dat een spiegel is. Lijkt alsof er gewoon een deur hangt. Nee, wacht, dan moet je eigenlijk eens hier staan. Oh. Zie je wat ik doe? Heel vaag. Oh, onze slaapkamer. Ja, kijk. Oh, God, is dat Lisa's slaapkamer? Ik heb de montageapparatuur alvast opgehangen. Ja, dus er is een trap naar boven. Wat grappig. Oh, het is daar nog heel groot. Ben je daar al geweest? Ja, de koffers staan daar. Oh, dus dit is ons thuiswerkbureau met 2 stoelen. Zie je, ons al zit hier. Ja, mag ik natuurlijk dan mijn laptop naar beneden gooien? Het is hier ook best wel donker. Ja, ik zou hier nooit werken. Ik misschien toch wel. Oh, en daar is Lisa's bed. Ja, een soort kribbe. Oh, leuk. Wat een leuk bedje. Het is ook een beetje viezig. Toch? Nou, alleen Lisa ligt dan wel soort van echt bij ons op de kamer. Nou, niet dat het erg is, maar wij dachten helemaal dat we een aparte kamer voor haar hadden, toch? Ja, maar ik weet het allemaal niet, ik heb het niet geboekt. Leuk huisje. Hier zit ook nog ding voor, misschien is het daarom donker. Oh ja. Nou. Had je het bedje laten zien? Ja. En hier kan jij je kleding doen. En jij dan? Ik, mij zit in die deur, mm. Dus die hebben nog best veel ruimte over. Handig. En je hebt daar ook, kan ook nog hangen als je... Hé, hey, weer een bidet. Ik kreeg best veel comments erover, dat mensen het echt fantastisch vinden. Ja, en weet je wat, ik op een gegeven moment ben ik aan het kakken en denk van, pfff, ik kan weer op. Dat hoeft toch niet? Nee, maar het is wel een heisa of zo. Normaal liggen. Iemand zei dat het ook heel handig is als je ongesteld bent. Toen dacht ik zo... Ja. Is het al voorbij? Nee, maar het is niet meer zo dat ik elk moment van de dag denk, oh, ik zou wel even willen douchen. Want dan is het echt... andersom zitten. Oh, ja, dat misschien ook. Ja, ik heb een YouTube video gezien van iemand. En die vrouw zei... Met kleren aan. Ja, ja. Dat staat nu op YouTube. Die vrouw zei, de douche lijkt vies, maar je schoonmaakt van een verkeerd product gebruikt. Ja, dus ja. Ik geloof haar maar op haar woord. Oké. Okay. Mooie badkamer ook. Ja, ja dan. Leuk huis hoor. Dankjewel. Oh, hier word ik nieuwsgierig van. Oh, wasmachine. Ja. En heel veel wasmiddel. Ja, we hebben een taartje achterdagen of zo. Oh, echt? Ja. Ik heb best trek. Oh, ga je dit unboxen? Is goed. Ik wil een lijst uitzetten. Ik ben eigenlijk nu alweer gewend aan dat ik bij je ben. Vind je dat jammer? Nee, want ik vind het nog steeds heel leuk, maar de betovering is wel al weg. Bij mij nog niet. Oh. Nou, niet leuk heb gedaan. Bij mij ook niet. Zo! Oh! Zo. Ik had veel verwacht van Italië, maar niet dat ze zulke lekkere zoete snacks hadden. Ja. Daar kwam ik echt niet voor en daardoor ben ik wel gebleven. Wat lekker dit! Amazing! Ja. Oh my god, ik vind het zo bizar dat ik hier gewoon ben en dat ik hier weken zal blijven. Dat dit gewoon weken mijn huis is. Echt geweldig. Nick die is even wat lekkers aan het halen. We hebben wel die taartjes, alleen hij heeft echt heel veel trek en hij wil even iets lunchen en zo. Gaan we eerst even hier chillen, kan ik een beetje mijn spullen uitpakken. En dan gaan we vanmiddag denk ik gewoon lekker naar buiten en dan vanavond gezellig uit eten. Oh, echt zin in mijn eerste pastaatje hier.
Ik ben echt zo'n pasta lover, dus ik ga echt zo genieten hier. Nick is even naar een bakkerij en hij neemt ook iets voor mij mee. Hij zei, waar heb je zin in? En ik zei, verras me maar. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat meenemen. Maar ja, hij is natuurlijk dé expert. Omdat hij hier de hele tijd allemaal van die pastries eet. Hoe zeg je pastries in het Nederlands? Banketbroodjes? Hallo. Hallo. Spannend. Oh, je ziet er zo goed uit. Schat, heb je zo gezien? Het is echt niet normaal. Nee, het is gewoon. Look in the mirror. Wat heb je voor mij? Ik heb 3 dingen gehad die we kunnen delen. Een broodje met groenten. Oh my god, wat lekker. Lekker! En pizza. Nou. Kijken. Zo, jezus. En nog een broodje met mozzarella en tomaat. Oh, ik dacht, jij gaat echt zo de croissantjes en zo halen. Nee, schat. Oh. Ik heb een half broodje op en een half stukje pizza. En we vonden het allebei nogal smaakloos. Dat een beetje teleurstelling was na die bakkerij van Nick's vorige huis. Maar goed, dit was de eerste van vele snacks. En nu ga ik nog even als toetje een van die kleine taartjes nemen. Ik ga deze even door tweeën snijden, want ik zit eigenlijk al helemaal tot hier vol. Wil je een half taartje, Nick? Oh my god. Oh my god. Ik ga hem helemaal opeten. Dit is niet normaal, een soort soesje. Oh, wat lekker. Oh my god, Nick. Ik heb zo'n taartje op. Lekker. Niet normaal. Ik heb mijn vingers helemaal afgelikt. Wat goed, nou. Kijk, dit is jammer dat ik nooit zou weten hoe die proeft. Dit is een stuk tiramisu. Ik dacht, we gaan ze allemaal delen. Ja, sorry, ik had hem ook door twee gesneden, maar het was zo lekker. Alle kleren. Dat pak ik zeker weer een vieze. Welke nee, had je nou gepakt? Ik zei, deze kan jij eten, deze tiramisu. Ik mis dus in de tiramisu. Oh. Welke had je nou gepakt? Ja, die zit nu in mijn maag. Welke smaak? Slagroom. Oh. Kokos? Neem deze. Mag ik daar een hapje op? Nee. Please. Ik ben pas net in Italië. Dus denk dat ik de ook nog zit te vergeten. Ja. Ik heb nog helemaal als eerst. Wel stop, hè? Ja. Oh, net chocolade-ijs. Ja? Oh my god. Dat is zo lekker. Die moeten we opnieuw halen. Zo, fuck. Doe nog eentje proef. Cool. Die gele? Die zal wel niet lekker. Ik heb genoeg gehad. Ik ook. Jezus. Lekker, hè? Tudelum. Ja. Ja, die van mij overkwam me ook. Oh, ja, wend er maar aan, schat. Ja. Oh, zou ik mijn codeïne nu nemen? Voor de rest. Ik heb even heerlijk gelegen. En nu gaan we naar buiten. Voordat het donker wordt. Ik heb wel zin in een cappuccinootje. Mag dat op dit tijdstip? Pas niet. Oh, een lekker snackje of zo. Want we mogen natuurlijk pas over uren eten. Had jij bananen, zei je dat? Ja. Ik heb best trek. Misschien moet ik even een banaan nemen. Waar ligt dat? Het kastje boven het gastenhuis. Wil jij ook een? Nee. Heb je veel bananen gegeten? Wat een vraag. Normaal. Ik heb een dag eten gemiddeld. Oh, wat goed. Ik heb echt ongeveer geen fruit gegeten in die weken. Ik heb 3 appels op. Zo, crazy boy. Ik heb appels gekocht. Oh, lekker appel. Maar ik ver nu. Sinds ik ook een draadje heb, ga ik niet een appel eten. Als ik hier mijn draad afbreek, dan ben ik echt ver van huis. Ja. Dus moet het helemaal snijden. Wat een gedoe. What a life. Ik heb er wel een mes gekocht hier. Heb je die ook mee verhuisd? Ja. Ik dacht, ja, misschien doe ik hier ook geen goed mes. Wat leuk. Heb jij de sleutel? Ja. Oh, kijk, ik heb nog iets lekkers meegenomen voor ons. Hele. Wat lekker. Een mix. Ik ga nu voor het eerst Florence zien. Als ik door dit dingetje loop. Oh. Wat een vondel. Ik heb besef dat dit geen 30 seconden loop is van ons huis. Mooi, hè? Ik ben echt zoek. Ik kan nog veel meer dan maar. Ik ben niet no. Oh, is dat die brug waar een soort van gebouwen op die brug zitten? Ja, er zitten allemaal juweliers zitten daar. Is dat die... Ponte Vecchio. God, zo'n Rotterdam als ik zo'n Ponte Vecchio zeg.
Japan, daar werk ik. Leuk, hè? Ja. Zullen we op een brug? Is goed, zal die Ponte Vecchio tikken? Ja, leuk. Lopen we nu al op de brug. Ja, dus, ja, echt bizar. Daar links kan je echt ook mooi uitzien. Oh, ik vind het nu echt al geweldig. En ook niet heel te druk of zo. Nee, hè? Het is echt rustig. De weekend is het wel echt druk. Oeh, wat sick allemaal, Nick. Nou, we liepen nog een paar minuten rond. Of Nick komt gelijk al iemand tegen die hij kent. Ja, zo grappig, hè? Wat een local. Ik zou ook zeggen, ja, je bent een van de 5 mensen die ik in deze hele stad ken. En dan kom je gewoon tegen. Ja, en hij zei ook, ja, ik ben ingehuurd door Nick om nu snel hier buiten te staan en dan te zeggen, hey Nick. Maar dat is een van Nick's collega's. Ja. Noem je dat collega? Ja. Hij werkt hier ook. En hij zei dat hij net op een pleintje heel lekker even in de zon iets had gedronken. Nou, de zon gaat wel nu bijna onder, maar we gaan toch even proberen. Waar is de zon, man? Ja, die is net weg. Ja. Maar ik heb nog genoeg dagen met zon. Ja. Morgen wordt het zonnig en morgen heeft Nick vrijgenomen. Ja. Nou, kijken we even. Oh ja, hij had wel gelijk. Net was hij nog daar, zie je? Oh ja. Hij is echt helemaal verdwenen. Hij is laag, hè, de zon. Ja, heel irritant. Dus even morgen tussen 3 en 4 moeten we hier zijn. Nee, grapje. Nou ja, het is niet echt een grapje. Kijk, oh, hij is echt laag. Ja, dat komt natuurlijk door... De winter. De winter, inderdaad. Lekker, schat. Cheersie de peersie. Ik hou niet van appelen. Nee, waarom neem je dat? Ja, ik dacht, nee, doet dat. En jij gaat het ook doen. Later. Ik ben echt helemaal ingestort. Dus in plaats van dat ik helemaal oververmoeid in een restaurant ga zitten, haalt Nick lekker volgens mij pizza af bij een lekkere pizzeria en gaan we gewoon hier thuis eten en ga ik gewoon vroeg mijn bed in. Ik vond het een beetje zonde omdat ik me helemaal op had verheugd dat we dan op het eerste avondje heel gezellig uit eten gingen. Maar ja, we hebben echt nog 3 weken, dus dat gaat sowieso goed komen. Terwijl Nick de pizza's aan het halen is, heb ik mijn koffer net uitgepakt en ik heb dus de meubels verschoven. Nou, het ziet er nu zoveel leuker uit. Die bank heb ik echt een paar meter daarheen geschoven, waardoor die nu gezellig knus in de hoek staat. Ook bij de verwarming, dat lampje heb ik daar op de grond gezet. Hier is dan een salontafeltje en dan heb je gewoon een heel knus tv-hoekje. Het is ook ineens super ruim. En die tafel, die stond natuurlijk hier echt een beetje in het midden. Die heb ik echt wat meer richting de keuken en ook naar de muur geschoven. Want ik dacht, we zijn natuurlijk toch maar met z'n tweeën. Ik heb ook 1 stoel weggehaald. Ik vind echt, als je ergens 3 weken zit, ga ik het heerlijk naar mijn smaak maken. Kijk nou hoe leuk die zithoek nu is. Ik zou bijna een kleed kopen, maar dat gaat een beetje ver. Ja, ik ga nog even mijn laatste troepjes die hier op de grond liggen een plekje geven. Oh, trouwens, dit is zo'n goede tip. De laatste jaren heb ik soms last van mijn oren bij het vliegen. Dat ze bijvoorbeeld dicht gaan en dan echt pas uren later dat die dan weer openklapt of dat ze pijn doen. En wat ik nu steeds doe, is dat ik ongeveer 20 minuutjes voordat ik ga vliegen, doe ik neusspray in allebei mijn neusgaten. En tijdens het opstijgen eet ik kauwgom en neem ik steeds slokjes water. En ook bij de landing. En dat, ja, ik had echt niks, geen enkele last van mijn oren. Dus ik weet niet door welke van die 3 dingen dat komt. Ik heb ze gewoon alle 3 in 1 keer toegepast. Maar mocht je er ook last van hebben, is het wel echt de moeite waard om het te proberen. Hey. Hey! Ik heb al mijn spullen opgeruimd en ik heb het huis verbouwd. Het ziet er goed uit, hè? Dat is toch veel beter? Hoe mijn vakken weggaan. Wat heb je gehad, schat? Ik heb een ravioli. Oh, pasta? En pasta. Oh mijn god, lekker, schat. Oh, wat ben je geweldig. Ik dacht dat alleen maar pizza ging lukken voor afhaal. Op bestek, dus dat heb ik niet nodig. Mooi hout. Nou, dank je de koekoek. En ik heb ook een snoeplaag gemaakt, want dat kastje daarboven is een beetje te hoog voor mij. Oh, bros? Ja, heb ik meegenomen. Bros. Had je een bros gekocht? Ja,
Ik had al de halve zak op tijdens het inpakken, geloof ik. Dat is lekker, hè? Heerlijk. Als je wel begint. Oh, dat jij gewoon pasta hebt gehaald. Wat lekker. Ronde 1. Ravi. Ravi. Hoe heet het? Italiaanse keuken is best wel chill, hè, voor vegetariërs. Ja, dat was zelfs glutenvrij alles ook. Jezus. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik hierheen ben gereisd. Ik ga vast nog meer vlogs vanuit hier maken. Als je het dus leuk vindt om 50 dagen Nextory te proberen of opnieuw te proberen, linkje staat hieronder. En als jullie nog tips hebben waarvan je denkt, oh, dit moeten ze echt doen terwijl ze in Florence zijn. En dan misschien niet de soort van standaard dingen, want die gaan we denk ik sowieso doen. Maar stel je hebt hier ooit een keer bij een lekker restaurantje of zo gegeten. Dan zou ik het heel leuk vinden als je die hieronder achter wil laten. Ja, ik ben zo blij dat ik weer met Nick ben. Hij zit even op de grond bij het stopcontact. Maar ja, ik hoop dat jullie de vlog ook leuk vonden. En dan zie ik jullie vast snel weer. Doei!